Ik heb een superleuk nieuwtje in mijn piano. Het is hier echt een beetje chaos in huis. Ik eindig deze vlog met een superleuke mededeling. En de babykamer ook gekregen. Super ziek. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken naar een weekvlog nummer 15. Daar gaat Lana trakteren op de buitenspeelzaal, nog voor de verjaardag. En daarom ben ik nu bezig met het maken van de traktaat. Nou, ik ben al zover. Ieder prikketje heeft zeg maar een aardbeidje, een poffertje en een spekje. Tada! Wij gaan naar de school. Woehoe. Kijk, Lana en eentje voor Dahlia. Nou, we zijn een paar uur verder en ik ben aangekomen bij Kimberly, mijn personal trainer. Die kennen jullie volgens mij nog wel. Hallo. En ze is 27 weken zwanger. Dus Hi. Ik ben gezellig op visite en ik heb wat leuks voor haar meegenomen. Van A Lovely Box heb ik een heel leuk kraampakketje gekregen voor Kimberly. Dus die mag ze nou gaan uitpakken. Ik ben zo benieuwd. Kijk nou, leuk. Oh, dat hebben ze wel heel leuk gedaan. Ja. Nou, Kimberly verwacht een zoontje. Oh. En als je zwanger bent, echt alles is dan leuk. En lief en schattig. Oh, die is echt cute. Oh, kijk nou. Oh, die is echt leuk. Lief. Leuk ook op zijn kamertje. Oh, ik ben heel benieuwd. Dan gaan we daar even spieken. Ja, ja, ja. Dit is echt een heel goed idee als je zwanger bent. Want, ja, ik vergeet echt alles gewoon. Dus ja, dit is echt ideaal. Ja, en dat blijft hè, dat vergeetachtige. Een bootje van. Oh, die is cute. Slappetje. Oh, leuk. Kijk, ik hoor altijd van iedereen dat je deze ook niet genoeg kunt hebben. Ik denk dat die er veel zijn, ja. Oh, die hebben wel een heel mooie afwerking. Oh, wauw. Oh, wat mooi. En ook een ophanghaakje. Dat is ook handig. Heel mooi. Oh, leuk. Heel leuk, ja. Super gaaf. Oh, spannend. Oh, een schaapje. Oh, die is leuk, zeg. Een speelgoedje, denk ik gewoon. Ja, daar zijn echt leuke dozen om te krijgen. Amy is aan het squatten. Amy was aan het squatten. Je denkt de personal trainer is hier, ik laat eens zien wat ik kan. Ik ben de babykamer aan het bekijken. Het ziet er zo leuk uit. Kijk dan. Ja. Ik heb hier al allemaal alvast, weet je wel. Oh, fijn. Ja. En zo. En dan zo'n bak met. Oh, handig, ja. Luiertjes. Tempertjes. Oh, wie weet dat ik ooit ook nog jongetjes kleding kan kopen. We zijn lekker aan het wandelen, hè? We gaan naar de speeltuin. Oh, dat is lekker. Hoi, Niek. Hoi. Ik ga zo Lana naar de gasthuis brengen en dan ga ik sporten. En dan is het voor de rest vandaag vooral een werkdag, dus ik ga lekker aan de bak straks. Inmiddels zijn we een paar uur verder en ben ik lekker aan het werk. Ik ben jullie reacties aan het lezen waar ik altijd super blij van word. Ik zie er best wel een beetje raar uit, maar ik hoef vandaag verder de deur niet uit. Ik heb al wat artikelen kunnen schrijven, mailtjes kunnen beantwoorden. Dus dat is heel erg fijn en ik heb een tasje om. Waarom? Omdat ik nu naar beneden wilde gaan lopen om te gaan lunchen. Want Kelly, waarom draag je binnenshuis een tas? Ik heb altijd mijn insulinepomp op zak en mijn telefoon en vaak een portemonnee. Boven, omdat ik dan bezig ben met administratie en mijn camera, dus dan vind ik het makkelijk om het in het tasje te doen. Maar ik hoor Amy, dus ik ga er nou naartoe. Lunchtime. Ja, Amy, ook lekker boterhammetje. Ja, die heeft er wel zin in, hè? We zijn een paar uur verder, ik heb lekker kunnen werken en ik ben aan het koken. Ik maak fried rice, dat is een recept van Yannick. Ik zal het receptje even linken, want dit is echt zo lekker. Zo'n makkelijke manier om veel groenten binnen te krijgen of om restjes op te maken. Het is paprika en courgette en champignons en ui, ei en rijst. En dan hebben we in de airfryer nog lekker kippetjes zitten. Dus dat is echt lekker smullen dadelijk. Tada! Voor Lana's verjaardag hadden we dit spelletje gekocht. Het is een zandspel. Ik ben aan het uitvinden hoe het werkt, maar het is met magisch zand. En dan moet je allemaal figuurtjes maken. Even kijken hoor. Het is echt heel leuk, want het is zeg maar memory. En als je twee dezelfde hebt, dan heb je een punt. Mag je zeg maar je eigen zandfiguurtje maken. Dus dan doe je daar wat zand in, zo. Maar is een soort kneedzand of zo, of een hard zand. En dan ga je dat aandrukken. En als je denkt, nou, ik denk dat hij goed is, dan leg je hem neer. Kan je heel goed.
Amy die vindt het ook wel gezellig zo. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben echt super verkouden. Dus ik zie er ook een beetje beloond uit. Ik ben aan het werk. Ik zag net dat om 10:00 de nieuwste vlog online is gegaan. Dus ik was even aan het checken. En ik ben jullie comments aan het lezen. Super leuk. Echt lief. Ik word er altijd super blij van. Ik reageer niet altijd, maar ik lees ze echt allemaal. En ik heb net een artikeltje geschreven en wat mailtjes beantwoord. Dus het gaat lekker. Ik ga zo even naar mijn ouders toe. Ga ik daar lekker lunchen. Daar is Amy en Lana zijn daar ook even. Vanmiddag komt nog mijn broer op visite. Dus het is ook gezellig. We hebben lekker uiensoep gemaakt. We zijn bij mijn ouders en Lana die krijgt cadeautjes, maar ze is een beetje verlegen. Ze zeggen wel tegen mij verpakken. Ja, dat is leuk. Oh, wat zal erin zitten? Oh, dat is lief. Mijn neefje en nichtje. Ja. Ik ben wel nieuwsgierig, is het een cadeautje van mama? Nee. Oh. Wow, die is mooi, Lana. Oh, meteen opzij dan het volgende cadeautje. Ja, jouw is van toepasselijk. Oh, leuk zeg. Kijk dan. Oh, die hadden we nog geen. Oh, wat leuk. Een brandweerauto met aanhanger. Wauw, die is wel heel cool. Je gaat spelen. Ik heb super leuk nieuwtje. Ik heb de 25.000 abonnees gehaald op YouTube. Wow. Super bedankt allemaal voor het combineren. Het abonneren ook. Echt super tof. Ik ben echt, jullie willen niet weten hoe blij ik hiermee ben. Ik vind het zo cool. En ik ben nu aan het koken. Heel basic eigenlijk. Spinazie, eitje, visfrietjes en aardappeltjes. En vanavond gaat er misschien wel prosecco open om te vieren dat ik die 25.000 abonnees behaald heb. Want daar ben ik echt mega dankbaar voor. Kusje voor jullie. Dames en heren, we kunnen aan tafel. Onze lieve Kelly heeft gekookt en gaan eten. Dankjewel voor het koken. Oh, lekker. Lekker simpel maaltijdje. In mijn pyjama. Proost. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ja, ik ga nu naar Den Bosch rijden. Daar haal ik Marion op en dan gaan we naar Amsterdam. Want we hebben vandaag allerlei afspraken. En ja, gewoon gezellig om samen te gaan. Dus ik ga haar ophalen. En dan ga ik door naar Amsterdam. En daar heb ik gewoon heel veel zin in. Dus ik neem jullie gezellig mee. Hallo! Hoi! Een hele goedemorgen! Ik ben Marion van Mama to the Max. En dit is de camera van Kelly. Want Kelly kan even zelf niet vloggen, want die is aan het autorijden. Want wij gaan vandaag een dagje naar Amsterdam. Gezellig. Ja. Nou, ik ga jullie gezellig meenemen. Al wordt het een beetje rennen en vliegen vandaag qua afspraken. Maar we zijn er bijna nog 6 minuutjes. We hebben er heel veel zin in, dus ga gezellig met ons mee. Ik ben nu bij Jules en ze hebben me van alles laten zien over de kinderwagens. En we gaan nu even lekker lunchen. We mogen hier mee lunchen in deze prachtige locatie. Het is hier een heerlijk buffet. Heerlijk. Jullie mogen hier gewoon iedere dag gebruik van maken. Oh, dat is fijn. We zijn nu bij Femfab, mediabureau waar we bij aangesloten zitten. Nou, ik zie er hot uit, want ik heb het ook warm. Maar we zijn gezellig even bij Femfab, mediabureau waar we bij zitten. Even te babbelen. En dan gaan we weer door naar de laatste afspraak. Ik heb weer pakketjes opgehaald bij Femfab. Superleuk! Nou, na heel veel afspraken gehad te hebben is het nu 6:30. Moeten we nog iets eten en nog naar Brabant en Maastricht rijden. Dus let's go. Maar we hebben een hele leuke dag gehad. Ja, dat is superleuk. Nou, we staan nu bij de Laplace om lekker eten te halen. En we hebben allebei de zalmknee besteld met frietjes. En lekker salade erbij. Yom, 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 yom. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, de dag erna. En vandaag staat het teken van chill, rustig aan. Die piep is mijn pomp. Sowieso een heel rustig weekend, want het waren best wel drukke dagen. En verkouden en alles. Ik heb een outfitje uit de kast getrokken. Wat ouder is. Dit is een super trash giletje. En top is van Vera Mode. En broek is trouwens wel gewoon nieuw van H&M. Het is hier echt een beetje chaos in huis. Want ik heb gisteren heel veel afspraken gehad. Hier zie je de chaos. Allemaal pakketjes binnengekregen. Super leuk natuurlijk.
Maar dat moet ik vandaag eens even gaan opruimen en sorteren, et cetera. Ik ga eerst ontbijt maken voor de kindjes. En dan gaan we ontbijten. Vandaag wil ik in ieder geval boodschappen gaan doen. Want ik was weer te laat aan het bestellen. Ik wil... niet hoesten meer. Ik wil graag nog een video opnemen. Ik denk Q&A of zo. En die wil ik editen, maar dat doe ik lekker op mijn gemakje vanavond of zo. Lana en ik gaan iets heel leuks doen. Wij gaan namelijk dit setje uitproberen. Die hebben we gekregen voor haar verjaardag van vrienden. En het is een setje. En wat kunnen we daarmee doen, Lana? Ik heb netjes. Ringetjes maken. Je kunt dan ringetjes maken en allemaal haarspantjes. Mama, wat een zaag! Dus mama gaat hem even openmaken. Nou, dat wordt wel een heel mooi ringetje. Heel mooi, schat. Het wordt heel groot, mama. Maar een heel grote ring. Een krokodil. Deze vis. Oh, wauw. Dat is mooi. Deze vis. Oh. Ik heb echt een superleuk pakketje binnengekregen van Pukka Baby. En van Pukka Baby hebben wij ook de slaapzak gebruikt, zeg maar, van het begin. Dat is een soort van inbakerzak, was dat. En vervolgens de slaapzak tot 6 maanden. En nu... Is er een heel leuk pakketje en Lana mag hem openmaken. Doe maar openmaken, schat. Wat zit erin? Dat is mijn slaapzak. Nee, hij is niet voor jou. Zo, ik ga hem even laten zien. Zo. Het zit in een prachtige bewaardoos, dus het is alleen al een hele leuke gift. En dat is hem dan, de Bag for Season slaapzak met Amy's naampje erop. Echt zo leuk. En het is dus voor 4 seizoenen, dus dit is een, je kunt het er allemaal uitritsen. Dus dit is nu voor de winter, dan heb je zelfs voor die wandjes, maar die haal ik eigenlijk gelijk af. Je kunt ze afritsen. Je kunt dit eruit halen, dan wordt het een heel luchtig slaapzakje. Je kunt hem, als het kindje veel groter is, zo gebruiken. Maar Amy is nog wat kleiner, dus dan kun je hem korter maken en hier vastmaken. Je kunt hem dus helemaal tot een zomerslaapzakje maken. Een herfst, een winter en de lente weer. Ze hebben dus haar naam opgezet. En nou komt het. Ik heb een hele toffe winactie voor jullie. Een geschenkset cadeau geven aan een van jullie. En dus zo'n slaapzak met de naam van je kindje erop. Nou, hier zie je dat de naam van Amy erop staat. Nee. Maar jij krijgt natuurlijk een zak dan. Met de naam van jouw kindje. Of als je nog zwanger bent. De slaapzak is vanaf 6 maanden tot ongeveer 2,5 jaar. Want je kunt hem dus heel lang maken en heel kort. Hij is ook echt super mooi en lekker warm. Zorg dat je geabonneerd bent op mijn YouTube kanaal. Dat ga ik ook echt checken. Laat bij de comments weten of je meedoet aan de winactie. En voor wie je meedoet, voor jezelf, voor een vriendin. Eventueel de naam die erop komt. En dan ga ik 1 iemand loten. En die wint het dus. Dus dat vind ik echt super leuk. Amy gaat hier in ieder geval heel lekker in slapen. Want dit zijn echt goede kwaliteit slaapzakken. Als het goed is, ga ik er iemand in ieder geval heel erg blij mee kunnen maken. Dus doe zeker mee bij de comments aan deze leuke winactie. Ik zit in de auto samen met Lana en we gaan even boodschapjes doen bij de Lidl dit keer. Ik wil een kaartje, mama. Wat wil je? Geen kaartje? Karretje? Ja, je mag in het karretje zitten. Is dat goed? Nee, een kaartje. Maar je kunt geen eigen karretje. Ze hebben geen kleine karretje bij de Lidl. Nee. Nou, we gaan gewoon. En de auto was vol. Ik heb nieuwe schoenen gekocht en die wil ik even aan jullie laten zien. Dat zijn deze, dit zijn van die sneaker wedges. Met dus een hogere hak, maar dan wel een beetje stoer. Ik vind ze echt super leuk. En ik heb ze gekocht bij Manfield. Ik zit nu op punt om een video op te nemen, de Q&A. Ik heb net via Instagram al jullie vragen gesteld. En die ga ik dadelijk beantwoorden in de video. Dit wordt de setting, gewoon een slaapkamer bij mijn make-up tafeltje. Vind ik wel een fijne plek. En ik heb lekker een kopje thee, maar meestal vergeet ik iets te drinken tijdens het filmen. En ik sta nu op punt om te vertrekken naar de mondhygiënist. Die gaat tandsteen verwijderen. Dat moest de vorige keer eigenlijk al, zoals jullie in de vlog konden zien, doen. Maar mijn tandvlees is blijkbaar zo gevoelig dat ik het eerst 2 weken moest spoelen met een of andere mondspoeling en flossen en weet ik wat allemaal. Ik ga gauw die kant op. Ondertussen ben ik bij de kapper. Ik ben bij de mondhygiënist geweest en nu ben ik bij de kapper. Kapper Lana. Lekker gekookt, schat. Lekker weer broccoli met rijst en kip en teriyaki. Yum, yum. Voor het geval dat je denkt, kijk ik nog steeds naar dezelfde vlog en naar dezelfde persoon. Ja, echt super ziek. 2 weken geleden had ik al een vlog die ziekenboeg heette. En toen waren we allemaal verkouden, maar toen het ging uiteindelijk weer beter. Maar mijn verkoudheid is toen overgegaan van neusverkoudheid naar keel. En nu ben ik echt... Ik hoest mezelf echt kapot, zeg maar.
alleen maar het hoesten en me beroerd voelen. Lana is nu ziek, die heeft koorts. Amy gaat al wel weer beter, gelukkig. Janiek heeft natuurlijk nog steeds spit. Dus ons weekend ziet er gewoon zo uit. Gewoon op de bank, chill, badjasjes aan. Kijk ook een badjasje. Filmpjes kijken, niks doen. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik voel me nog steeds niet helemaal top. Maar wel een stukje beter. Ik heb me ook maar gewoon lekker opgemaakt. Want dan voel ik me altijd als ik slaap een stukje beter. Ik eindig deze vlog met een superleuke mededeling. Ik roep al zo lang dat ik graag een meeting wil organiseren. En ik weet elke keer maar niet hoe en wat en waar. En dan mag ik binnenkort een meeting gaan organiseren. Een soort meet and greet. Daarbij mag ik 10 à 15 volgers uitnodigen. En dan gaan we gezellig borrelen. En dat wordt echt super leuk. Het wordt in Utrecht, ga ik dat organiseren. En dat gaat binnenkort. Dus als je deze vlog op woensdag kijkt. Deze week komt het oproepje online bij site. Waarschijnlijk donderdag. En dan kun je je gaan aanmelden. Dus hou de site zeker in de gaten. Hou mijn social media in de gaten. Dan kun je je aanmelden voor deze meeting. Kun je mij ontmoeten. Gaan we gezellig borrelen. De hapjes en de drankjes en zo worden allemaal verzorgd door Joma. En dat belooft een hele gezellige namiddag te worden. Vrijdagmiddag borrel, zeg maar. Voor alle leeftijden, hoor. En ik heb daar heel veel zin in. En het is mijn eerste keer dat ik zoiets ga organiseren. Dus ik vind het wel heel erg spannend. Echt heel erg spannend. Wil je je daarvoor aanmelden, dan kan het via mijn website. Fennykeressen.nl. En daar komt dan een oproepje online. En ik vertel jullie dus op social media hoe of wat. Dus ja, spannend. Maar ik ga deze vlog wel afsluiten, want vandaag doen we verder niet heel veel. Behalve dus het cupcakes bakken, daar wil ik een aparte video over maken. Ik zeg, doe een duimpje omhoog als je me leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag de volgende video weer. Doei!